En zoals je kunt zien, heb ik een andere trailer. En als je ook kunt zien, heb ik een cameraatje. Hij is gekomen vandaag. Mijn Logitech 29C Pro. Vandaag bezorgd door PostNL. En ik ben dus nu ook altijd in beeld te zien. Echt. Yo, daar zijn we weer, Deskam Zwolle, en we zijn in Pseffkof. En we gaan weer een rondje trekken. En zoals je kunt zien, heb ik een andere trailer. En als je ook kunt zien, heb ik een cameraatje. Hij is gekomen vandaag. Mijn Logitech 29C Pro. Vandaag bezorgd door PostNL. En ik ben dus nu ook altijd in beeld te zien. Echter. Voordat we gaan rijden. Deze is even een soort test videootje. Alias, ja, we gaan natuurlijk wel onderweg. Maar ik ga ook even kijken hoe dit mij nu bevalt onder dit spel. Dat ik ook mijn camera aanzet. Eigenlijk was het een beetje de bedoeling dat ik dus deze webcam zou gebruiken. Alleen voor Planet Coaster, City Skylines en Transport Fever. Maar ik heb het dus maar een keertje voor Eurotruck. Kijk of dat bevalt, ja of nee. Het kan best zijn dat ik de volgende serie weer terug ga naar geen camerabeeldje. Dat ga ik eventjes nachecken. Goed, we zijn dus nu in Pseffkof. En we hebben dus nu een trailer met stenen. Dus we gaan dus nu ook stenen vervoeren. Jee. En gaan eens even kijken of er nog wat te doen valt. Hier zo. Ik moet even kijken of het nou bij mij donker is of niet donker is. Dan gaan we eerst maar eens even slapen anders. Het is nu 7 uur. Ja, we gaan eerst maar eens even matten. Want we gaan natuurlijk wel in het licht rijden. Want dit is natuurlijk een nieuwe DLC die ik een aantal weken geleden heb gekocht. En ik heb al een keer eerder in het donker gereden. Ik wil nu wel graag even zien hoe die eruit ziet, soms hè. Dan ga ik een beetje in het donker rijden. Daar word ik ook niet vrolijk van. Nou, dan neem ik even wat rust. 4 uur, nog een keer slapen. Stoppen, wakker worden. Top. Goed, ga ik eens even kijken wat wij nog te doen hebben aan de arbeidsmarkt. We zijn dus nu in Pseffkof. We kunnen dus nu weer terug naar boven toe. Dan gaan we richting Narva of richting... Wat? Sosnivorbor. Goed. We gaan eens even kijken wat hier wat te doen is. Kijk, ik heb... dat is een Litouwen. Dan gaan we helemaal de verkeerde kant op. Gaan we ook de verkeerde kant op. Opslag gaan we helemaal de kant op waar we al zijn geweest. Sint-Petersburg kunnen we weer terug. Zijn we al geweest. Oetena zijn we al geweest. Dan ga je ook weer richting Litouwen. Moet ik naar boven? Daar moet ik aankijken, ja. Waarom nu? Komen we ook langs een andere stad daartoe. Dus dan zouden we ook eventueel kunnen stoppen. En dan wil ik daar even heen. Richting Narva, Riga, Parmu. Daar zo bijvoorbeeld. Nee, dan zitten we weer in Sint-Petersburg, sorry. Luisa. Ik heb er niet niks voor. Maar dan gaan we daar maar heen, hè. Het is niet anders. Dan gaan we maar gewoon naar... daar zo heen. Naar Parmu. En dan pakken we ook even dat stadje wat daar voor lag. Kom goed. En dan ga ik even mijn handen ophalen. Dan ga ik daarna even babbelen over de webcam. En eventjes over wat er allemaal gaat gebeuren straks. Weer bij Deskam Zwolle. En wat ik nu allemaal aan het doen ben nu. Oh, hier zit al de fabriek trouwens. Dus maak daar een stukje mee. Zit hier? Oh, hij zit hier al. Tankstation. Moet daar zijn? Huh?
Oh, dat was... Ik ben lekker bezig. Het is in dezelfde handelfabriek waar ik net ben geweest. Ah, oké. Okay. Dan moet ik hier ergens zijn dus. Gooi dan. Hierzo. Ga rijden door met die auto van je voor me. Ondertussen tijd ben ik ook een ander spel aan het downloaden. Wat het is dat, zo zeggen, hou mijn kanaal in de gaten. Binnenkort komt daar een videootje over. Ik ga het nog een keertje niet verklappen. Nou, dan ben ik weer terug in de garage. Probeer verderop om te keren. Moet ik daar aan de andere kant zijn zo? Huh? Moet ik daar zo zijn? Nee toch? Het zal een mooi bak zijn trouwens. Dan rijd ik gewoon twee keer die... Even kijken een keer dan. Het ziet er wel uit dat ik hier moet zijn volgens mij. Je bent op de plaats van bestemming. Zie je wel, moet hier zijn. Cool. Ladingsmarkt. Daar gaan we dus naar... Ja, daar gaan we heen. Naar... Paranu. Dan wil ik daar ook even heen. De Tartu. Ik denk dat we daar wel tijd voor hebben, denk ik. Om daar ook even heen te kachelen. Oh, moet ik daar even niet pleuren. Ik pleur hem daar even niet, jongens. Ik vind het knap lastig aan het worden zo. Knapje op. Dat is toch zo raar. Ik denk dat het gaat helemaal verkeerd. Oh. Waar ben ik toch aan het kloten zeg, man? Mayonaise met frikandel en een bal gehakt. Nou, dan maar zo. Staat lekker skeef, maar dat maakt niet uit. Enter. Ik hoop niet dat dit nou weer te lang gaat duren. Dan rijd ik alsnog in het donker. Nee, jee. Het is inmiddels nu bijna 3 uur, dus dat is wat te doen dus. Waarom ga ik niet naar voren toe? Heel goed. Nou, mooi. Dan gaan we dus er vandoor op naar... Ja, dan ben ik alweer de naam van die plaats kwijt waar ik heen moet. Ja, want ze heet hier niet allemaal Amsterdam, Rotterdam en Zwolle. Over die moeilijke namen. Goed. Nou, dit is ook een spastische vrachtwagen. Ja, ik neem een bocht. Let op. Ik ga eerst zo en dan ga ik zo. Hij is nog groen. Oeps, dat was een aanrijding. Foutje. Het is nog wel 4 uurtjes rijden, zie ik. Dus we hebben nog wel eventjes tijd om even te kletsen zo meteen. En neem straks de afslag naar rechts. Rechtsafslag. Ja, blijf maar lekker groen zo, heel goed. Oeh, die bocht. Ah, ik ben wel trots op mijn cameraatje hoor. Ik had de keuze, ik heb een beetje lopen kijken naar 2 verschillende soorten. Even kijken, ik heb hier mijn mapje, ik schrijf altijd alles op. Ik had een keuze tussen de Razer Kaio webcam of de Logitech C29 Pro. Een beetje wat YouTube filmpjes nalopen checken, kijken wat nou de beste was en de betere is. En dan kwam deze uit de test en ze zijn allebei even duur. Dus ik vond, ja, dan ging het allemaal voor de Logitech. En ik had die voor ook al een Logitech, daar heb ik ook jarenlang plezier aan gehad. Met Skype en zo.
En nou heb ik maar voor deze gekozen. Dus het is de Logitech 29C Pro geworden. En als je wil weten met wat voor microfoon ik praat ook met de Trust microfoon. Ik zal ook maar rennen doen trouwens, toch die naam zo. Oh meneer, rennen toch. Koek koek. Voor weer zo'n terrein dat we weer moeten testen. Dan, ja, dat zou ik wel kunnen trouwens, want we gaan uiteraard de grens weer over. We gaan nu naar Letland volgens mij. Moet wel beter mijn huiswerk doen. Moet wel beter mijn huiswerk doen trouwens volgende keer, want. Nou, als je af wil vragen, wat is dat ding achter me? Oh, dat is een perfect draft. Wat doe ik eigenlijk mijn richting aanwijzer eigenlijk? Zegt, ja, dat is ouderwets sneeuw hoor, want je kunt ze nog gewoon verkrijgen. Tenminste, ik krijg ze nog steeds, want ik haal ze bij op bij de Stiegel. Stiegel heeft nog steeds een perfect draft. Alleen de HJ variant. Ah, dat is ook niet erg trouwens, HJ variant. Oh, sorry. Dus ja, één keer in de zoveel tijd haak ik een keer zo'n visje op. En dan een lekker tapiertje. Verderop rechtsaf. En dan hier zit mijn snoepbakkie. Daar zo. En hier achter zit mijn bed. Oh, en ik heb een botsing. Jongen, 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 wat een soepkippen. Dan ga je dan. Doe dat toch slomme donder. Wat ben je aan het doen? Jongen, jongen, wat een tempel zit hier op zeg. Oh, kan ik niet inhalen. Ga je heen? Ga ik daarheen? Ja, even blokken. Zo, hoppakee. Nou, ben ik hier in ieder geval een die weer kwijt, die slomme rakker. Zo. En wij verlaten Rusland alweer. Ja, moet ik wel een beetje opletten nu wat ik nu doe, want ik ben natuurlijk nu wel een beetje aan het kriskras aan het rijden nu. Ik moet nog wel steeds willen dat er iedere keer iemand naast mij kijkt. Ja, ik heb nog een scherm hiernaast staan. Daar staat mijn opname ding op en zo. En ik werk trouwens ook met een nieuwe streamprogramma. Ik ben toch naar OBS gegaan. In plaats van Nvidia. Ik werkte hiervoor altijd met Nvidia. Maar er zijn wat problemen met mijn webcam. In één keer. En dus heb ik maar besloten om of voor XSplit te kiezen of voor OBS. En voor OBS hoor ik toch ook wel goede geluiden. Dus ik ben voor OBS gekozen. En ja, het bevalt me wel. En OBS heeft natuurlijk wel een maximale beeldopname van 1920. En zo is een XSplit en Nvidia hebben veel hogere opnamen. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Video kwaliteit. Ik speel dus nu op de hoogste. Even kijken hoe dat eruit ziet. Nou ja, als ik nu naar links kijk, vind ik dat het er goed uitziet. Alleen ja, op mijn beeld zelf ziet het er natuurlijk veel beter uit. Ja, ik heb natuurlijk ook een vrij krachtige PC. En ik ben ook vandaag wel beginnen weer met Fernbus. Maar op een manier heb ik in één keer mijn beeld heel raar met Fernbus. Ik heb een geweldige lag erop zitten nu. Hij is zo traag als dikke rond in een trechter, om het zo maar even te zeggen. Dus daar moet ik even weer naar kijken. Ja, zoals ik zei, ik heb soms hele vreemde problemen met mijn computer. Ik weet niet waar daar altijd de reden van is. Maar ik heb soms van die hele vreemde fouten. Kijk, bij wijze van spreken, je koopt een ander apparaat voor je computer. En dat is een USB plug and play. En bij 29,9 PC's duw hem erin.
En het werkt. En dan bij mij weer niet. Zo zeggen. Zo'n PC is dat, zo zeggen. Ja, ik heb dan wel een Dell, maar... Deze heb ik ook alweer een jaar of... Nou... Vier denk ik al. 3-4 jaar al. Het is eigenlijk gewoon een desktop variant. Oftewel een multimedia systeem. En ik heb hem dan nu al verbouwd. Ik heb er een andere videokaart in ingezet. En ik heb nu 12 gigatern geheugen erin ingezet. Dat vond ik het maximale wat hij voor mij kan. Moet ik ergens hier voor mij hier zo meteen ergens even links afslaan. Trump? Oh ja, Rump. Denk ik al. Dus de firmware video's gaan wel weer komen. Alleen het duurt een poosje. En nogmaals, ik ben nu ook bezig met een ander spel aan het downloaden. En ja, wat het is, dat verklap ik nog niet. Maar het heeft wel te maken met een bus. Dus dan is de keuze niet moeilijk meer. Want zoveel bus-simulatiespellen zijn er niet op de wereld. Dus... Eens kijken of die misschien wel werkt. Hopelijk. Eens even kijken of deze rakker voor me eens even kan passeren. Koetjes in de wei. Nou, komt hij aan hoor. Ik heb nog een beetje snelheid. Gaan we dan. Nou, oogjes dicht. We hopen dat het goed komt. Jee. Even checken hoor. Voor mij moet ik hier... Ja, tattoo. Moet ik hier even af. Dan gaan we hier even af. Dan gaan we even richting tattoo even. Pak daar even die garagebox even mee. Neem de derde afslag. Nee, we gaan even hier af. Ja, vindt. Zit mooi dichtbij, zie ik. Moet ik hier al af? Dan heb je een vraagticketje. Het zal waarschijnlijk wel weer een ander wervingsbureau zijn. Of anders een dealer. Het zou mooi zijn dat hier wel een dealer zit. Dan alias een Volvo dealer. Het ziet eruit als een wervingsbureau. Nee, het is wel een dealer. Het is een DAF dealer. Duw anders fietsen. DAF. Duw anders fietsen. Als het goed is hier. Hier zit dan ergens. Ah, hier zit mijn garagebox. Die gelijk even kopen. Enter. Ja, die wil ik even kopen. Dan ga ik even naar 2 drukken. En dan doe ik die even zo. En dan doe ik die eventjes een screenshotje. Ja, je krijgt nu dat beeld omdat Nvidia screenshots gebruik ik nog wel steeds. Maar dat is Alt plus F1. Dus vandaar dat je dus nu af en toe dat gekke beeld ziet. Dan kunnen we denk ik wel weer gelijk weer rond, denk ik. Ja, we kunnen weer rond. Dan gaan we gelijk weer... Oeps. Dan gaan we weer richting de plek waar wij eigenlijk heen moeten. Ik vind dat ik wel een sportief bakje heb trouwens hoor. Lekker een sportief vrachtwagen heb ik. Dus dan net zo snel trekken als mijn eigen auto. Dan ben ik helemaal blij. Ja, dan moet je maar niet voor me gaan rijden. Drive. Wel mooi hè. Ik heb nou dan nu een Fiesta ST-Line. En ja, dat heeft hier wat meer pk's als mijn vorige auto. Dat is wel mooi, hè. Dan sta je s'morgens naast het stoplicht en dan komt zo'n mini-koppietje naast je staan. Zo'n sportief modelletje. Blondje erin. Ik denk even, die trap ik er even uit. Maar... Boong! Ik trek haar er gewoon uit. Oh, blijf even op groen alsjeblieft, dankjewel. Jee. Ik zal binnenkort dus even weer een deskcam videootje maken. Een eigenlijke deskcam videootje. Doe eens een keer weer een ritje. Ik heb wel wat leuke dingetjes in gedachten. Waar we heen kunnen gaan. Uiteraard ga ik het najaar nog een weekendje naar Texel. En ook daar maak ik even een filmpje over. Ja, naar Texel toe. Met mijn zus. Leuk. Ik zat te denken om misschien iets van een vlog van te maken. Misschien ook een keer leuk. Ik heb een beetje variatie in mijn kanaal. Vind ik misschien ook wel leuk om te doen.
deze week heb ik natuurlijk wel een drukke week voor mezelf aan de, voor de boeg. Ik moet fulltime weer werken. Dus ik probeer nu al, zoals deze video, al wat eerder de video's op te nemen. Zoals nu ook al het geval is. Deze video heb ik al zaterdag opgenomen. En... kijk hoor. Iedere avond om 7 uur zal er eens een videootje online komen. Ik doe er maar eentje. Ik zit nog te denken om misschien zondagavond nog te gaan... zondagmiddag nog te gaan livestreamen. Hou mijn kanaal in de gaten, zou ik zeggen. Ja, ik kan het nu wel zeggen, maar ja, dat is al gebeurd. We zijn niet zo slim trouwens. Ik vind het wel een leuk werkje dit trouwens. Op de rotonde neem de derde afslag. Ook Planet Coaster komt eraan weer. Die zou waarschijnlijk morgen, want ik zet deze denk ik maandag op de YouTube. En dan komt Planet Coaster uiteraard dinsdag weer. Dat probeer ik eigenlijk wel een beetje vast te houden. De dinsdags Planet Coaster. En ja, dat vind ik dan wel heel grappig. Ik vind het bouwwerk waar we nu mee bezig zijn, de Dark Ride, ziet er zeer, tenminste in mijn ogen vind ik dat er heel goed uitzien. Dus daar ga ik zeker wel mee door. Gaan we verder doen. Ja, de DOS Games blijven wel op mijn kanaal komen. Echt, ik kan niet met, als ik DOS Games ga spelen, kan ik niet werken met de camera. Dat gaat helemaal verkeerd. Dan krijg ik die camera helemaal raar in beeld en zo en al die dingetjes. Dus dat doen we ook maar niet. Dus het gaat ook niet lukken. In de verte zie ik daar een brug liggen. Dat ik daar ook heen moet heen nu. Ja, we gaan waarschijnlijk op de brug. Jee, we gaan op de brug. Nou, cool. Kijken of we even een screenshotje kunnen maken. Ja, doe even. Het is een outshotje. Oh, mooi hoor. Oh, ja, dat stuur dat is nog steeds erg gevoelig. Kijk, ik kan het nu laten zien. Kijk, ik zal je eens even laten zien hoe gevoelig mijn stuur. Kijk, ik rijd dus nu recht. Kijk, ik ga nu een bochtje maken. Let op dat rode dingetje. Ik maak nu een bochtje. Zie je dat? Zo gevoelig is die. Hij is echt heel gevoelig. Ik heb een beetje het idee hoe gevoelig mijn stuur is. En dan kijk, nu ga ik weer terug. Nou. Ja, voor de mensen die zeggen van, hey Kaspertje, die banner van jou op YouTube, ja, daar ben ik nog steeds mee aan het kloten, maar dat gaat ook nog steeds niet goed. Ik vond dat hij nu al wel wat beter was, maar hij moet nog beter worden. Want een banner maken, dat is echt dikke shit, soms zeggen. Man, dat is toch een tijdje moeilijk. Maar ook daar zijn we mee bezig en ook dat komt goed. Hopelijk. Anders ga je gewoon even doorrijden. Kalf. Je moet er maar geduld voor hebben. Hè? Als mensen denken van hè, YouTube, zo simpel, maak een filmpje, pam, klaar. Nou, ben er nu al achter gekomen dat het niet zo makkelijk gaat, zullen we zeggen. En je moet er ook zin in hebben en je moet er ook zin in blijven houden. En als je er geen zin meer in hebt, ja, dan stref je kanaal snel af. Vind ik. En kijk maar eens hoeveel kanalen er zijn waar 2 of 3 filmpjes op staan. En daar niks meer. Denk er YouTube van, hè? Ga daar eens naar kijken en degene die bijvoorbeeld zou spreken dat je een minimaal hebt aan... 1 filmpje per 3 maanden, als je daar gewoon je niet aan houdt, krijg je een waarschuwing.
En de tweede keer krijg je nog een keer waarschuwing. De derde keer is je kanaal gewoon dicht. Ik denk dat ze vervolgens een YouTube denken dat ook veel economisch is, denk ik. We zijn aangekomen in Parnu. Dat was trouwens de plek waar we heen moesten. En ga dan rechtdoor. Daar zit ook een garagebox. Ik ga even één keer door trouwens. Oh, ik heb trouwens ook rood. Straks de afslag nou recht. Rechtsafslaan. Nee, we gaan even rechtdoor, want er zit iets een vraagtekentje zit daar. Dan ga ik daar even koekeloeren eventjes. Want daarna kunnen we ook alweer rechts zie ik. Hier richting de plaats van bestemming. Plaats van bestemming. Hey, een bus naast me. Nou, die bus die trekt me gewoon uit. Politie naast me. Dat was een Duitse politie trouwens. Oké. Okay. We gaan er even eentje door, want dan kan ik even kijken wat op de vraagtekentje is. Hé, heeft trouwens Parnu geen garage trouwens? Rechts afslaan. Ja, toch wel. Oh, dat is mooi. Route aan het herberekenen. Dat is mooi de plek waar we heen moeten. Nou, hier is weer, ik denk dat hier weer een wervingsbureau zit, denk ik hier al. De afslag naar rechts. Ja, hier zit een wervingsbureau. Gaan we even door over, niks zeggen. Dat doen we gewoon even zo. Maak ik die bocht wat breder. Dan gaan we gewoon even zo. Oké, wervingsbureau ontdekt. Top. Goed zo. Nou, dan gaan we hier zo meteen weer links. En dan gaan we richting onze plek van bestemming. Dan rijden we door naar de garagebox toe. Gaan we die even kopen. Links afslaan. Waarom? Laat ik even kijken hoe lang het nog duurt voordat ik mijn truck weer een keer kan upgraden naar een dikkere motor of zo, of weet ik veel. Ik moet die rechtsafstand, zegt hij. Oh, hij heeft natuurlijk rood. Rechtsafslaan. Hier moet ik ergens zijn hier, hoor. Verderop linksaf. Waar moet ik zijn dan? Linksafslaan. Waar moet ik zijn? Oh, daar moet ik zijn. Oh, oké. Okay. Ik was er al voorbij gereden, hè. Oh, ik kon ook een bel zien. Zo. Goed, dus moet het zo wel goed komen, denk ik zo. Kijk. Nice. E. Dan gaan we even de boel uitladen. Geweldig. Mooi man. Net gelevel 13, dat zie ik net weer gebeuren. Gaan we even naar de garagebox toe aan de andere kant. Oh, kan niet eens maar open staan. Hoe kun je nou inparkeren zonder die raam open te staan? Oh, rij even de rotor. Ja, 380, botsing. Hoppakee.
mag hier niet in, zegt hij. Oh, waarom niet dan? Oh, het is iets verder. Nu. Ik moet zijn, als het goed is. Pardon nu. Enter. Yes. Dan gaan we daar eens even naar binnen toe. Komt hij daar ook slapen, zie ik hier al. Slapen, kind? Enter. Ga ik even kijken hoe lang dit weer gaat duren. Is het toevallig? Ah, alle vijf. Mooie tijd. Vind ik wel mooi, zeg maar mooie tijd. Tenminste, ik heb daar geen vrede. Ik heb daar geen probleem mee. Dat het, oh, het begint ook net weer te regenen. Goed, ik ga er hierbij mee ophouden. Bedankt voor het kijken. Like en share deze video. En vond je het leuk dat ik een keer in beeld was? Ik namelijk wel. Moeten we er wel een beetje aan wennen. Nogmaals, like en share deze video. Laat een comment achter wat je ervan vindt. Laat een blauw duimpje achter. Abonneer op mijn kanaal. En check eens een keertje mijn andere video's hier op Deskundigzwolle. Tot de volgende. Alias, de groetjes. Bye bye. Zwaai zwaai. Doeg. Out.